Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Studentenstemwijzer. We zitten vandaag niet in Pakhuis de Zwijger, maar in de fractiekamer van het CDA in Den Haag, midden in het Binnenhof. We zitten vandaag met Anne Kuik, nummer 3 van CDA. Welkom. Dank je. Wat fijn dat we hier mogen zijn. We gaan het vandaag hebben over het CDA en wat ze betekenen voor studenten. Je hebt eigenlijk een hele korte tijd geklommen naar de nummer 3 van CDA. Ja, ja. Van nummer 11 in 2017, als ik het goed zeg. Ja, klopt. Voor luisteraars thuis, als jullie Anne nog niet kennen, maak je maar geen zorgen. Want we gaan nu weer beginnen met speeddaten. heel goed. Wat korte introductievragen om je even wat beter te leren kennen. Okay. Hoe gaat het met u? Allereerst. Ja, goed joh, vol in die campagnemodus en nog een week full pool die campagne in. En dan lekker stemmen. Ja. Dan lekker stemmen. Daar heb ik ook zin in. Ja. Om dat weer te mogen doen. Wij ook. Ja. Daar kijken we echt naar uit, inderdaad. Ja. Zullen we beginnen met speeddaten? We beginnen dus eigenlijk altijd onze interviews met het vuurpeloton of speeddaten. En dan moet je eigenlijk zo snel mogelijk antwoord geven op de vragen die wij stellen. Okay. En dan kunnen we daarna nog een beetje nuanceren, een beetje toelichten. Okay, okay. Maar dit is, zwart-wit, ja of nee? Ja. Nou, we beginnen eigenlijk gewoon met korte vragen, heel snel antwoord. En daarna de ditjes, datjes. Ja. Oké, hoe oud bent u? 34. Heeft u kinderen? Nee. Nee. Heeft u een relatie of bent u alleenstaand? Ik ben getrouwd. U bent getrouwd, kijk aan. Leuk. Huisdieren? Nee, dat zou zielig zijn. Waarom? Dat zou zielig zijn. Oké, nou, dat kunnen we zo toelichten. Ja. Waar bent u geboren? Ik ben geboren in Emmen, in Drenthe. Waar heeft u gestudeerd? In Groningen. En wat heeft u gestudeerd? Rechten. Rechten, ja. Uw grootste hobby? Mijn grootste hobby? Dat is eten. Eten, oké. En wat is dan uw lievelingseten? Italiaans. Italiaans, dus, niet de hamburger van hier om de hoek? Nee, zeker niet. Nee. Studentenhuis of langer thuis? Ja, studentenhuis. Zuinig of een hoge schuld? Zuinig. Tot 5 uur 's nachts doorbikkelen in de UB of om 5 uur 's nachts thuis van de club? Ja, jongen, maar I'm getting old. Dus 34 jaar, maar voor één studententijd. Beide. Ja. Dus gewoon tot 5 uur ging je uit? 5 uur door en 's ochtends weer zitten. Vind ik heel knap. Oké, dan in de collegezaal dan, hè? Ja. Als ik colleges had, dan was... Nee, ik heb geen college gemist. Oké. En dan als student politiek betrokken of wereldvreemd? Ja, politiek betrokken. Ik zat al in de gemeenteraad. Ja. Dus. Drugs of drank? Drugs doe ik niet aan. En drank, als ik terugkijk dan, en ik weet nu hoe schadelijk het is, dan denk ik wel, ik had wel minder gekund. Ja. En je zei net al dat je tijdens je studententijd politiek betrokken was, maar je was ook lid van een studentenvereniging, toch? Ja, ging dat een beetje goed samen? Want dat zijn wel twee een beetje andere werelden, neem ik aan. Ja, maar dat is juist leuk. Ja. Je wil niet dat je in zo'n klein bubbeltje zit. Ik vind het juist leuk om met verschillende dingen bezig te zijn. En ook verschillende kleuren te hebben. Ja. In plaats van, jij bent dat type wat alleen maar met dat type mensen omgaat. Ja. Ik denk dat juist als volksvertegenwoordiger is het ook wel belangrijk dat je... Ja, gewoon ook een brede interesse in verschillende types en mensen. En in zo'n studentenvereniging is gewoon heel gaaf. Omdat je met meer mensen te maken krijgt dan alleen die rechtenstudent. Ja, ook de sociologie-student, ook de economie-student. Ja. En daar leer je ook weer van. Dus iedereen heeft ook weer zijn eigen perspectief en invalshoek. Ja. En ook mooie feestjes natuurlijk. Dat hoort er ook bij zo'n studentenclub. Je bent nu getrouwd met een D66'er. Ja. Dus je hebt wel je andere politieke junkie ook alweer gevonden. Ik heb mijn tegenkracht gevonden, ja. Zeker. Ja. Ja, wij kennen elkaar uit de gemeenteraad. Toen wij de verkiezingen hadden, de gemeenteraadsverkiezingen in 2010, hadden we al die studenten die ook tegen elkaar gingen debatteren. Hè, van kies een student in de gemeenteraad en dan van alle partijen. En toen dacht ik al wel van, god, wat een irritante kerel. En ik kon heel goed debatteren. Ik kon heel goed debatteren. Maar wel interessant. En ja, weet je, dan leer je elkaar kennen. En toen op een gegeven moment sprong de vonk wel over. En toen zijn we ook naar de burgemeester gegaan om te zeggen, dit is wel echt. Het is niet. Waarom moest de burgemeester weten? Ook? Nou, wij wilden wel zeg maar dat mensen het wisten. Omdat je toch ook werkt in zo'n politieke arena. En je wil niet dat je gezeur krijgt over, oh, ze steunde dit voorstel omdat hij. Haar vriendje is, weet je wel. Dus we hebben toen ook gezegd van, joh, we doen nog één voorstel samen. Namelijk dat je in Groningen op meerdere plekken kan trouwen dan alleen dat gemeentehuis.
Dus ook met een knipoog. En uiteindelijk zijn wij getrouwd in het gemeentehuis. Wat leuk. En ook zeg maar aan de journalistiek, aan de journalisten laten weten, joh, je moet dit even weten en wij gaan niet meer op elkaars dossiers bemoeien. Om de boel ook zuiver te houden. En nu campagnetijd, zorgt dat nog een beetje voor spanning, hè, thuis? CDA? Nee, dat houdt niet goed. Nee, maar kijk, weet je, ik zit natuurlijk in het landelijke. En Paul, mijn man, die zit in de gemeenteraad, of die is wethouder daar. Dus dat is lokaal. Ja. En weet je, dus hij is heel supportive. Ja, zeker. Okay. Wat goed. Wat fijn om te horen. Als we iets meer gaan kijken naar de dossiers en naar de thema's waar jij gepassioneerd over bent, dan komen we al vrij snel uit op prostitutie. Ja. Dat is ook wel echt een punt waar je gewoon bekend om staat. Namelijk het verbieden van prostitutie. Waarom vind je dat zo'n belangrijk punt? Nou, kijk, dat was de kop in de krant, hè. Ja. Er zit een heel verhaal natuurlijk achter. Het begon eigenlijk met een burgerinitiatief dat die kop in de krant kwam. Dat een heleboel jongeren ook bij mij langskwamen en zeiden, joh, als je dit nou ziet, de wallen. Is dat niet gewoon moderne slavernij? En ik heb met veel mensen gesproken ook. Dus met vrouwen die gedwongen in de prostitutie zitten. Ook vrouwen die zeggen het vrijwillig te doen. En je schrikt eigenlijk wel heel erg van de cijfers als het gaat om trauma. Wat vrouwen meemaken. Maar ook hoeveel jonge meiden daar gedwongen in terechtkomen. En dan heb je ook discussies over wat vind je normaal. Vind je het normaal dat je het meest intieme, dat je dat afkoopt? Hè? Dat een man tegenover een vrouw staat, dat de man zegt wil je seks met me, de vrouw zegt nee. Maar als er 50 euro wordt neergelegd, dan wordt die nee en ja. En wat nou als die vrouw dan uit een heel arm gebied in Oost-Europa komt? Wat vinden wij daar nou van? Dus ook die discussie, die ethische discussie, vind ik belangrijk om te voeren. En het is wat mij betreft breder dan die hele prostitutie. Alleen, het is niet alleen de red light district. Het is breder dat het gaat om, wat zijn je normen als het gaat om seksualiteit? En je ziet gewoon dat jongeren daar ook mee worstelen. Want je hebt nu met dat internet heb je zoveel manieren voor foute mensen om jongeren te targeten. En je ziet gewoon meisjes in Amsterdam die niet zo'n lekkere thuisbasis hebben, dat die het normaal vinden om naar een hotel te gaan, seks te hebben met een vreemde, voor een tas, voor een Gucci. En dat is niet alleen in Amsterdam. En ik zie dat er een soort grenzeloosheid is. Want ja, weet je, je kunt op internet alles vinden. Wat voor grens wilt u dan extremer. Wat voor grens wilt u er dan aan stellen? Wat wilt u er dan concreet aan doen? Ik vind het belangrijk dat je een normenkader neerzet. Dat je jongeren ook meegeeft. Seks en je lichaam is niet zomaar iets wat je weggeeft. Dat is iets wat waardevol is voor jezelf. Dus ik vind het belangrijk dat jongeren dat weten. Maar mensen kunnen dat, zeg maar, als je kijkt naar de andere kant van de discussie, denk ik, zullen mensen ook wel zeggen van dat is toch wel iets wat je ook zelf kan bepalen. Dat is iets wat niet vanuit de overheid moet komen. Omdat het iets relatief is. Ik snap dat, alleen daar zit wel de verlegenheid waardoor we nu eigenlijk die discussie niet voeren. Terwijl dit wel gaat om jonge mensen. Echt om kinderen. Waarvan we zien dat via het internet eigenlijk steeds meer zij een doel worden. Voor mensen die met steeds jongere mensen seks willen hebben. En als je ook het programma ziet, Joanneke uit de prostitutie, dan zie je dus ook hoe makkelijk er een advertentie kan worden gezet. Deze meid is 16 jaar en hoeveel mensen daarop reageren en daarop afkomen. En als je weet dat slechts 2-3% van de minderjarige slachtoffers van mensenhandel zichtbaar is, dan krijg je kippenvel van. Want maar 97% is niet zichtbaar. En ik denk, wat het punt denk ik is met deze tijd, waar we achterlopen, is criminele, foute figuren kunnen heel makkelijk jongeren bereiken via het internet, via de social media. En de overheid, onderwijs, maar ook hulpverleners, hebben eigenlijk geen idee in wat voor digitale wereld jongeren terechtkomen en mee te maken hebben. Dus als jongeren thuiskomen op school, dan is vaak, hey, hoe was je dag op school? Terwijl je eigenlijk ook zou moeten vragen, hoe was je dag op het internet? Ik weet niet of jullie de site Omegle kennen. Ja. Nou, ik heb er nog nooit van gehoord. Maar dat schijnt nu een rage te zijn in coronatijd. Ja, heel eng. Want jongeren zijn, ja, weet je, het is gewoon een shit tijd. Je bent eenzaam en je kunt niet naar buiten, je kunt niet naar feestjes toe. En Omegle is dan een soort van chat roulette.
En dan kom je zomaar in de chatroom, zeg maar, terecht. Ja. En je ziet gewoon dat kinderen van 9 jaar dan tegenover een viezerik die naakt zit, terechtkomen in zo'n chat. Dat soort dingen. Mm-hmm. Ik wist het niet, maar ik denk ook een heleboel ouders niet. Maar even terug naar de prostitutie, want u streed voor een verbod erop eigenlijk. En het lijkt me dan toch dat het ondergronds gaat. En u zat net al een percentage waar dus heel veel ondergronds is. Maar daar kun je toch helemaal niet meer reguleren. En het lijkt me dat het daar nog veel schrijnendere gevallen gebeuren dan in de gereguleerde prostitutiesector. Nou, kijk, een verbod, dat kan helemaal niet. Dat is gewoon naïef om dat te denken. Maar je moet wel kijken hoe gaan we het terugdringen. Want hoe we het nu hebben geregeld, ons Nederlandse beleid, om te zeggen, ja, het is gelegaliseerd. Zegt de officier, die gaat over mensenhandel, die zegt, we zien dat het groter is geworden. Hè, want wij zijn bekend ook in de hele wereld als, ja, dat is Nederland, de Red Light District, dat neer wordt gezet als iets, hè, iets mooi liberaals. Dus het trekt ook allemaal mensenhandelaren aan. En hij zei aan de andere kant, zie je ook dat die illegale sector nog groter is geworden. Dus wat denk ik het meest belangrijke is, dat er sowieso een cultuuromslag komt van, ja, wat vinden we daar eigenlijk van? Want ja, als je mensen vraagt, joh, zou je willen dat jouw dochter, jouw zus, jouw moeder dit werk zou doen? Dan zegt iedereen, nou, liever niet. Maar als het buurmeisje het wil doen, ja, be my guest. Ja, maar die cultuuromslag is best wel lastig. Als je kijkt naar de wallen in Amsterdam, dat is al sinds dat Amsterdam bestaat, is dat al de hoerendistrict, hè? Ja. Gewoon zeelieden gingen daar al heen. Ja, alleen zijn ze steeds jonger geworden, de meiden die daar stonden. En ook steeds meer uit arme landen. En je ziet wel, ik geloof wel dat er steeds meer een discussie is, ook in Nederland, over wat vinden we hier nou van. Ook in Amsterdam is die discussie op de Red Light District echt veel meer nu aan de orde dan 10 jaar geleden. Ja. Ja. Maar wat jij zei dus je wil een verbod. Nee, ik wil veel meer die cultuurveranderingen en die klanten aanpakken. Maar 2 jaar geleden ongeveer streed u heel erg voor het verbod. Daarmee staan best wel wat krantenkoppen op van, toch? Ja, kijk, de krantenkop is verbod. Maar dat heb ik nooit gezegd. Okay, ik heb gezegd is, ik wil dat het strafbaar is voor de klant. Dus niet voor de vrouw. Okay. Prostitutie zal er altijd zijn. Ja. Alleen, hoe wil je het inperken? Hoe wil je het? En in Zweden, een land bijvoorbeeld gedaan, dat model, is dat ze zeggen, ja, wij vinden het eigenlijk niet normaal als het gaat om emancipatie en gelijkheid, dat je seks koopt. Voor mij staat sowieso voorop, waar is de overheid voor? Die is er om vrouwen te beschermen. En dat doen we gewoon nu onvoldoende. Dus je moet kijken, hoe doe je dat op de beste manier? En daar gaan we dus nu naar kijken, naar die systemen die in Zweden zijn, in Frankrijk, in Ierland. En daar sta ik nog steeds achter. Alleen, je hebt dat niet van de een op de andere dag veranderd. Daar heb je een cultuurverandering voor nodig. Ja. Als we kijken naar wat er in de berichtgeving is geweest en wat we nu terugvinden in het verkiezingsprogramma, dan lijkt het dat uw punt nog niet helemaal is overgekomen in het verkiezingsprogramma. Heeft u uw hele partij nog niet kunnen overtuigen van dit beleid? Ja, kijk, ik snap waar dat vandaan komt. Omdat we hadden eerst een tekst en er is een nieuwe tekst tegenover gestaan. En dan staan er een paar strepen door een paar zinnen. Dan denk je, oh, wat is hier gebeurd? Ja. Maar als je goed kijkt naar de nieuwe tekst, dan zie je ook dat daar staat een nieuw gelijkheidsmodel. En dat is eigenlijk het verhaal wat ik hier net ook heb verteld. En er staan nog een paar concrete punten bij. Bijvoorbeeld ook de leeftijd is nog steeds landelijk nog niet geregeld naar 21. Dus we zien in een stad als Groningen hebben we de leeftijd, de minimumleeftijd, dat meiden de prostitutie ingaan, naar 21 is gegaan. Maar is landelijk niet geregeld. Dus in Rijswijk is dat niet geregeld bijvoorbeeld. En daar zijn de jongste meiden, die worden daar in clubhuizen neergezet. Mm. Dus dat soort belangrijke stappen, en daar baal ik van. En dat frustreert me ook enorm. Dat we dat dus, zulke simpele dingen, nog niet voor elkaar weten te krijgen. In deze politieke arena, waar, ja, dit is niet een onderwerp wat nergens over gaat. Het gaat over mensenrechten. En ja, ik denk ook voor de volgende periode heel erg belangrijk dat we ook dat soort stappen gaan zetten. En niet elke keer stranden met die wetsvoorstellen. Ja, laten we doorgaan naar de partij CDA. Ja. Ja. Een stokpaard van CDA is eigenlijk moreel leiderschap. We hadden het al over best wel een ethische normen en waarden. Precies. Ja. En we vroegen ons af, is een voormalig McKinsey-partner wel de geschikte persoon voor moreel leiderschap? Nou ja, het is iemand die betrokken is. Je gaat niet zomaar de politiek in natuurlijk. Dat zijn eigenlijk, als ik naar mijn andere collega's kijk, het zijn hele betrokken idealistische mensen.
die toch de wereld een beetje beter willen maken. Uh-huh. Als je dat niet wil, dan blijf je zitten op de plek waar je zit. Hij is niet voor niets natuurlijk van zo'n bedrijf ook hierheen gegaan. En ik vind het juist fijn dat mensen ook wel een beetje werkervaring hebben uit verschillende hoeken. Als je alleen maar figuren hebt die uit één bepaalde hoek komen of politicologie hebben gestudeerd en dat hun levensmissie hebben gemaakt. Ja, dan wordt het wel een eenzijdige bende hier in Den Haag. Ja. Dus ja, ik denk dat het juist goed is dat je vanuit verschillende hoeken en ervaringen mensen hebt die ook dit werk willen doen. Het is een eer, maar je moet het ook wel willen. Ja, maar het morele leiderschap, hè, je kan het goed kunnen. Je kan vanuit een bepaalde zakelijkheid bijvoorbeeld minister van Financiën zijn. Ik kan heel goed begrijpen dat je dan dat de achtergrond van Hoekstra dan goed werkt. Maar voor moreel leiderschap, iets wat voor CDA heel belangrijk is dat dan ook echt geschikt? Nou, kijk, hij is niet zeg maar begonnen als minister van Financiën natuurlijk. Nee, dus hij heeft in de Eerste Kamer gezeten, waar hij ook juist op thema's, als het gaat om gelijkheid, heel erg zich heeft ingezet. Dus het is niet zo dat hij alleen minister van Financiën is. Hij is veel meer natuurlijk. Mm-hmm. En hij is begonnen in de politiek als Eerste Kamerlid. Dus het is niet zo dat hij dus pas betrokken werd omdat hij een ministerspost kreeg. Zo is het niet. Ja, ja. Als we kijken naar de identiteit van de partij, willen we graag even kijken naar het stukje C van CDA, dus het christelijke deel van jullie partij. Want wat hoe wij het een beetje opvangen, is dat de seculiere partijen vinden dat jullie te christelijk zijn en de christelijke partijen vinden dat jullie te seculier zijn. Ja, ja. Toch? Ja, ze vinden een hoop van ons. Ja, ja. Want jullie zijn onderwerp van discussie. Maak je druk om je eigen partij inderdaad. Ja, nee, en het grappige is dat je ook wel in kranten nog steeds ziet van de christelijke partijen. Maar wij zijn geen christelijke partij. Wij zijn een partij gebaseerd op christelijke normen en waarden. Maar dat betekent niet dat je christelijk hoeft te zijn om bij deze partij te zitten. En dat heb je bij een aantal echt christelijke partijen, de SGB en de CU, heb je dat wel. Maar ik heb ook een collega, Mustafa, die is moslim. Ik heb ook collega's, zijn agnost. Mm-hmm. Dus wij zijn een veel bredere partij, toch ook een volkspartij. Ja. Maar dat is misschien intern. Als je kijkt naar een soort van de extern, dan de uitstraling. Zeger zei gisteren nog dat CDA verder van de christelijke partij is komen te staan. Zij zijn minder christelijk sociaal. Als je kijkt naar het electoraat, of tenminste naar kiezers, die denken misschien toch al van het is wel een christendemocraten appel. Ja. Ik ben zelf geen christen. Precies. Maar hoe denken jullie zelf, in hoeverre komt alsnog wel dat christelijke deel van jullie identiteit naar boven? Kijk, weet je, ik denk dat een heleboel dingen, of je nou christelijk bent of niet, dat een heleboel mensen hetzelfde delen. Dus dat je ook kijkt hoe gaat het met je buurman, hoe gaat het met je ouders als die ziek zijn. En dat soort waarden, omkijken naar elkaar, dat zijn van die christelijke waarden waar denk ik iedereen wel bij voelt. Dat is universeel. Mm-hmm. En die zijn voor ons belangrijke basis. Dus ik denk dat misschien dat wordt ook gecultiveerd denk ik door andere partijen, dat elke keer zo wordt neergezet. Maar we zijn niet voor niets natuurlijk juist die brede volkspartij dat we zeggen, wij pikken er niet één groep uit. Hè, dat we zeggen, wij zijn voor de hardwerkende ondernemers. Mm-hmm. En de mensen die niet aan de bak komen, zijn we er niet voor. Nee, kijk, wat denk ik dat stukje is van die christelijke normen en waarden, is dat je zegt, die samenleving, eigenlijk kun je die vergelijken met een lichaam. Iedereen heeft zijn eigen talenten en zijn eigen kunde. Je voet doet niet hetzelfde als je hand, gelukkig. Mm-hmm. En zo zit het ook in die samenleving. Iedereen moet meewerken, wil zo'n lichaam werken. Al die functies werken mee. En zo kijk ik ook naar, die ondernemers zijn nodig, maar de werknemers ook. Mm-hmm. En de mensen die ziek zijn we er ook voor. Weet als we dan dus naar uw achterban kijken, dan is het wel, in uw achterban zit vooral eigenlijk mensen buiten de steden en mensen die wat ouder zijn. Jullie partij spreekt jongeren niet zo heel erg aan. Ja, nee, ik dacht van, jullie komen natuurlijk vast ook met een paar beelden die jullie ook zelf ook hebben van het CDA inderdaad. En wat denk ik wel een terecht beeld is, is dat wij ook een partij zijn van de regio. En dat we juist ook het hele land erbij pakken en niet alleen die steden.
Terwijl je bij andere partijen ziet dat vooral die steden heel erg te doen. Nou, ik heb eigenlijk meer het idee dat meer juist de regio is en minder de steden. Het is en-en. Je ziet wel dat wij in steden nog minder groot zijn. Daar werken we aan natuurlijk. Maar ik denk het belangrijkste is dat je zo goed mogelijk, tenminste vinden wij een belangrijke opgave voor onszelf, dus zo goed mogelijk het hele land vertegenwoordigt. En als je ook kijkt hier in de fractiekamer naar de Kamerleden, zie je ook dat ze uit de verschillende regio's komen. Omdat je ziet gewoon, als Den Haag besluiten neemt, dat er soms echt heel veel geld terechtkomt in de Randstad. Want waar zitten de meeste Kamerleden? Waar wonen die? In de Randstad. En daardoor voelen mensen zich bijvoorbeeld in Groningen soms ook in de steek gelaten. Van wordt er wel, worden wij wel gezien? Mm-hmm. Het helpt wel als iemand er ook woont en voelt wat daar gebeurt. Want dan neem je dat mee hier naar Den Haag om dat ook over te brengen. Dus ik denk dat dat juist wel onze kracht is. Maar in de steden moeten wij en gaan wij nog steeds verder door natuurlijk. Met maar dat op te bouwen. Dat is jullie kracht, maar is het dan niet een zwakte dat het niet echt een partij is die wordt gezien als een jongere partij? Nou kijk, wil je alleen maar een jongere partij zijn? Ik wil een partij zijn voor iedereen. Ik wil een partij zijn die ook voor mijn opa en oma er is. Ik wil een partij zijn die ook voor mijn nichtjes er is. En ik denk dat een heleboel jongeren ook wel zoiets hebben van ik wil wel dat de zorg goed is voor mijn opa en oma. Je wil niet een eenzijdig verhaal vertellen waar ik alleen maar zeg, oh, doe het fantastisch voor jongeren. En de ouderen, dat is nu even niet mijn doelgroep die ik aanspreek. Mm-hmm. Wij zijn een beetje, ik hou wel van dat Italiaanse familiegevoel, weet je wel? Okay, yeah. Daar ga je door het vuur voor. Dat is je basis, je thuis, waar je vaak hopelijk op kan rekenen. Die basis, die staat soms ook wel onder druk. Dat jonge ouders gewoon echt, dat er veel op ze afkomt. En dat zijn wel dingen waar wij ook op inzetten. Mm-hmm. Ja, laten we dan doorgaan naar de eerste golf en de eerste crisis waar we het nu over willen hebben, namelijk de coronacrisis. Je had het net al even over partijen die strijden voor misschien wat ouder electoraat en partijen die strijden voor een wat jonger electoraat. Maar dit is toch wel echt een probleem wat vooral ook wel echt over jongeren gaat. Want 1/3 van de studenten geeft hun levens door corona een onvoldoende. En er is laatst ook weer onderzoek uitgekomen dat de helft van de jongeren meer drank en drugs is gaan gebruiken door de coronacrisis. We hebben geen fysiek onderwijs, ons hele studentenleven speelt zich af achter een computerscherm. En wij vroegen ons af wat jullie partij voor jongeren concreet heeft gedaan tijdens de coronacrisis. Ja, dat is gewoon zo. Hè. Iedereen voelt zich natuurlijk rot in deze coronacrisis. We hebben die eerste golf gehad en nu zitten we weer. En we dachten natuurlijk in januari, de scholen kunnen weer vol open. Ik heb ook wat andere afleveringen geluisterd van jullie podcast. En wat mij opvalt is dat partijen soms aangeven, maar dit komt door ons. Wij hebben gezegd, die scholen moeten als eerst. En toen dacht ik, dat is wel grappig, want dat hebben wij ook gedaan. Dus je ziet wel dat er een consensus was, dus wel meerdere partijen, die zeiden, joh, als wij prioriteiten moeten stellen, dan weten we het wel. Dan zijn als eerste de jongeren aan de beurt met die scholen. Die moeten gewoon weer de lessen krijgen. Ik hou me ook bezig met de studenten van het mbo. Dat is een van mijn portefeuilles. Daar hebben we ook van gezegd, mbo, dat gaat om praktijklessen. Dat gaat om het doen. Dus dat is wel doorgegaan. Maar je ziet gewoon dat het gigantisch knelt. Ook gewoon wat niet alleen leerachterstanden, maar ook wat het met jou doet. Mm-hmm. Als je geen contact meer hebt. En ik heb ook wel met jongeren gesproken van, ja, hebben jullie nog ideeën hoe we dan toch veilig stappen kunnen zetten? Nou, in Groningen is er bijvoorbeeld ook een test geweest bij de Rijksuniversiteit om tentamens af te nemen en ook weer lessen te volgen. En we hebben ook tegen de minister gezegd, zorg nou dat we daar zo snel mogelijk ook resultaten van hebben. Want iedereen wil zo snel mogelijk gewoon weer die contacten hebben. Volgens mij was het een maand geleden of in januari vroeg het CDA
om uit te laten zoeken hoeveel jongeren meer drank en drugs zijn gaan gebruiken door de coronacrisis. Nou, wat ik net al zei, de uitkomst, ik zei net de helft, maar het is 4 op de 10 volgens mij. 4 op de 10 is meer drank en drugs gaan gebruiken. Heeft het onderzoeksteam van Lieve Mark uitgezocht. En dit vindt eigenlijk plaats, ja, zonder dat het uitgaansleven überhaupt plaatsvindt. Ja. Is dit dan niet iets van een noodalarm of een noodbel om dat weer proberen gereguleerd weer te openen? Ik denk sowieso dat we al een langere tijd een probleem hebben als het gaat om de normalisatie van drugs. Als je ziet hoe lachgas een gigantische vlucht heeft genomen. Iets wat heel laagdrempelig is, goedkoop. En ook, het lijkt alsof het risicoloos is. Hè? Ja, maar ik denk ook dat het vooral komt omdat mensen vervelen zich. Ze kunnen niet gereguleerd in de kroeg rustig een biertje drinken. Je bent gewoon thuis met je huisgenoten. Je denkt, ja, wat ga ik doen? Ja, dan maar drank en drugs. Dus en ik heb gisteren trouwens wel gehoord dat het toename van cannabis, dat wel aan de orde is. Maar dat meer de partydruk, dat veel minder is. En dat is natuurlijk, daar is ook wel een verklaring voor, want er zijn minder feesten. En wat op festivals natuurlijk wel een beetje de norm afgelopen jaren is geworden, is dat je daar een partydruk neemt. Ik denk dat dit ook wel laat zien dat, waarom doen jongeren dat? Daar zit iets achter. Dat zit iets van eenzaamheid en verveling ook achter. Ja. Dus dat is een thema waar je eigenlijk ook in gesprek met jongeren moet kijken, joh, jongens, wat doen we hier nou aan? Wat is er dan nodig om te voorkomen dat je aan de 3MMC zit? Vorige week was er nog weer een verhaal. Nee, als je vroeger kon feesten in een kroeg of op een plek waar je met vrienden samen kon komen en gewoon rustig een biertje kon drinken en dat nu volledig wegvalt. Ik denk dat jongeren het gevoel hebben dat ze misschien moeten compenseren voor alles wat ze missen en dan maar gewoon op een avond misschien veel meer gaan drinken en veel meer drugs gaan gebruiken. Ja, of even uit de werkelijkheid of zo willen stappen. Hè? En daarom niet voor niets dat we ook nu wel extra uittrekken voor projecten in gemeenten. Om die eenzaamheid, om daar iets aan te doen. Maar daar hebben we wel jongeren ook zelf bij nodig om aan te geven wat dan. Hè? Hoe kunnen we je helpen? Niet iedereen is gecharmeerd van een rondje lopen met z'n tweeën. Maar moeten we niet gewoon kijken naar de relaxed, maar moeten we niet gewoon kijken naar de oplossingen waarom eenzaamheid er überhaupt is? Namelijk doordat je elkaar niet meer kan zien. Maar als dat veilig kan gebeuren, is dat dan niet gewoon iets waar we gewoon nu echt massaal in moeten gaan investeren? En dat is natuurlijk ook waar nu allemaal een pilot voor zijn om dat te doen. Het is, kijk, het liefst zou ik zeggen, joh, ga feesten, het mag duur open. Maar kijk, we hebben deze regels niet voor niets. Dat doen we niet voor de lol. Iedereen vindt het shit. Maar we zien wel dat er licht aan het einde van de tunnel is. Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, we zien ook dat minder oudere mensen nu besmet raken. Dus ja, het is shit om te zeggen van hou vol. Maar ondertussen moeten we wel gaan kijken, hoe kunnen we straks weer op een veilige manier open? En dat doen we dus al met ook proefevenementen. Maar ook, voor mij toch prioriteit, toch eerst die scholen. Dat je straks ook weer gewoon college moet. En ook universiteiten. Zeker, ja. Op korte termijn? Ja, ik heb mij verbaasd hoor. Mijn nichtje die studeert. En die krijgt gewoon colleges van 2 jaar oud. Ja. Dan denk ik, sorry hoor, maar de universiteit heeft ook een rol. Je kunt ook daarna een digitale sessie houden en zeggen, jongens, wat vonden jullie nou van het college? En dat soort interactie, dat verwacht ik ook van de onderwijsinstellingen. Het kan niet zo zijn dat je dan gewoon lekker een video afdraait. Want ja, weet je, dan, dat is niet zo gek dat het dan alleen nog maar toeneemt natuurlijk. Ja. Je wil ook die interactie. En digitaal is niet ideaal, maar als digitaal daar al niet eens echt gebruik van wordt gemaakt, ook het... Het is een heel saai en duur Netflix-account nu eigenlijk, wat je hebt als je colleges krijgt. Ja, en dat kan niet. Weet je, ik vind ook dat daar, daar is nu ook extra, echt flink extra geld heen gegaan naar het onderwijs. Daar ligt ook wel een verantwoordelijkheid. En ja, als ik kijk naar het mbo, daar ben ik wel trots op hoe betrokken die docenten ook zijn bij de jongeren. Ik bedoel, in het begin is er ook echt een bus langs gegaan bij mensen die niet inlochten. Dat ze zeiden, goh, Natasja, we zien je niet. Ja.
wat is er aan de hand? Ja. Ja. En dat is, dat, ja, ik vind dat echt goud hoe ze dat, ja. En dat is niet allemaal, maar... Nee. De universiteit hebben we dat helemaal niet. Ik krijg alleen maar dat ik niet aanwezig ben geweest. En, ik niet eens. Dan mag ik het vak niet meer volgen. Nee. Dan komt nu ook compensatie voor het collegegeld voor volgend jaar. Waarom is het eigenlijk voor volgend jaar en niet voor dit jaar? Het lijkt me toch dat de mensen die vorig jaar in corona zijn begonnen... Nou, vorig jaar zijn we allemaal in corona gekomen. Ja, nou ja, er is voor gekozen om dat volgend jaar te doen. Omdat het is niet zo gek dat jongeren natuurlijk ook vertraging oplopen. Dat zal niet iedereen hebben, hè. Maar ja, een deel van de jongeren zal er langer over doen, over die studie. En daarom, ja, je moet keuzes maken waar zet je dan... En waar geef je de compensatie aan? En dit is een keuze dat we zeiden, ja, als je dan toch langer door moet... laat dan ook het collegegeld minder zijn. Maar het is toch eigenlijk is toch logischer? Ja, want mensen die vorig jaar bijvoorbeeld inscriptie aan het schrijven waren... of net die laatste vakken hadden... die, daar heeft corona een enorm groot gevolg voor gehad. Mm. En die hebben misschien dit jaar het dan afgemaakt. Maar die hebben daar dan geen profijt van. Ja, je zou toch eigenlijk denken dat je moet compenseren... voor het jaar waar het onderwijs gewoon niet goed is geweest? Ja. Toch? Ja, nee, kijk, maar dat is dus een keuze die je moet maken van waar geven we... Kijk, er is al een deel compensatie geweest, hè, voor studenten, ook al bij die eerste golf. En bij die tweede golf zeiden we ook van, ja, je ziet gewoon dat jongeren nu er langer over doen over die studie. En we hebben een fors budget, 8,5 miljard. En die keuze is gemaakt om toch gewoon voor dat volgende jaar... De korting in te zetten. Misschien heeft het ook wel iets te maken met wat is makkelijk regelbaar of niet. Ja, en het belangrijkste is natuurlijk, ik weet niet of jullie nog over beginnen, maar dat is natuurlijk de basisbeurs straks na de onderhandeling. Laten we het daarover hebben. Prachtig bruggetje. Ja. Precies. Ja, dat is één die... Ik was laatst in een debat en toen zei iemand, wat vindt u eigenlijk van de basisbeurs? Dacht ik, weet je dat nou nog? Wij zijn er altijd voor geweest. Ja. We zijn altijd tegen dat leenstelsel geweest. Maar jullie zijn... We zijn altijd tegen het leenstelsel geweest. Ja. En de partijen die zich dan onderwijspartijen noemen, die hebben het mede mogelijk gemaakt. Dus ik zit soms ook wel dat ik denk van, joh, die framing. Soms verbaas je er ook over. Ja. Maar kijk, en we hebben natuurlijk nu, zitten we in de regering, is het ons niet gelukt omdat er twee partijen waren die nog niet overtuigd waren van de basisbeurs. Mm-hmm. Nu dan wel. Ja. En hebben het eerste jaar kunnen halveren dan het collegegeld. Maar weet je, het is voor ons echt volle inzet om gewoon die basisbeurs weer terug te krijgen. En dan de bachelor, maar ook de master. En voor wat voor een bedrag ongeveer? Een uitwonende beurs zal iets tussen de maximaal 600 en minimaal 300 zitten. En voor thuiswonend minimaal 150 en maximaal 450. Dan hangt er ook vanaf wat inkomen is van je ouders. En wat moet er dan gebeuren met die leenstelselgeneratie die dus alsnog een studie is begonnen en heeft afgemaakt in... Nou, daar heeft mijn collega Harry van der Molen, die heeft afgelopen jaren hier ook al een punt van gemaakt. Hè? Want er waren de studievouchers. En dan krijg je een studievoucher. Je kunt nog een cursus volgen. Daar heeft hij gezegd, ja joh, geef dat nou, dat geld, trek dat nou van die schuld af die de jongeren hebben. En dit is ook een punt wat we in ons verkiezingsprogramma hebben gezet. Van, je wil die leenstelgeneratie ook compenseren. Dat is iets wat je incidenteel doet. Hè. Dat hoef je niet structureel te doen. Dat is één groep. Mm-hmm. En op de een of andere manier was dat schijnbaar lastig om dat in die CPB-berekeningen te krijgen. Omdat het incidenteel is. Maar daar zetten wij dus al langer, ook al voor de verkiezingen. Maar andere partijen hebben daar geld voor gereserveerd bij hun berekeningen. Ja. CDA niet. Die heeft ook niet in een verkiezingsprogramma staan van... Jawel, er staat ook geen bedrag in. We hebben wel gereserveerd. Maar dat is dan structureel. Terwijl we ook zeiden, ja... Maar dit is niet structureel. Zo hebben we het maar opgelost. Door een structureel bedrag erin te zetten. Terwijl je hebt maar een incidenteel bedrag nodig. Dus je hebt één keer moet je compenseren. Precies. Dus daar is iets mafs gegaan bij die berekeningen. Maar we hebben het er wel ingezet structureel om te laten zien, het is ons wel menis. En hoe zou je dat dan het liefst zien? Zou je dan willen dat dan de complete
ja, de complete schuld wordt terug... Dat zal voor iedereen ook wel anders zijn natuurlijk. Ja. Hè? Dus ik kan natuurlijk niet zeggen van, jij je schuld kwijt. Geen Oprah-stijl. Met terugwerkende kracht alsnog... Je moet gewoon kijken wat is een reëel bedrag voor die hele groep om kwijt te schelden. Ja. En op de persoon zelf, dat is onmogelijk om dat te doen. Natuurlijk. Zou je dat niet dan zeg maar voor de basisbeurs die je wil geven en dat dan met terugwerkende kracht doen per persoon? In plaats van, jij krijgt 3000 euro, jij ook, dit of dat. Ja, nou ja, kijk, maar dit zijn van die punten die we bij de onderhandelingen gewoon goed naar voren moeten brengen. En ook, ja, ik denk dat het goed ook om in beeld te brengen, hoe groot is de groep? Hoe groot is de schuld? Dat we daar ook een idee bij krijgen. En dat is, de basisbeurs zelf, hoe die was, dat kan natuurlijk een richtlijn zijn in op welke manier je compenseert. Ja. Het is nog geen harde eis of voor ingenomen plan waarvan je denkt van dit moeten we terug gaan krijgen voor hun. Nee, dat is ook lastig om zo te zeggen. Ja. Nou, dat horen we dan misschien nog wel. Andere partijen hebben daar meer mee. Ja, ik hoorde dat de ChristenUnie 4000 euro heeft. Ik weet niet of dat reëel is. Misschien is dat wel te weinig. Oké. Nou, dat vind ik in ieder geval heel prettig om te horen. Ja, we hebben natuurlijk wel de 10.000 van Jesse Klaver. Ja, die hebben we ook. Ja, ja. Ja. Ja, precies. Ja. Ja. Hoe denkt u daarover? Nou, een beetje makkelijk. Het klinkt wel een beetje als een verkiezingsdingetje om te zeggen, hey jongeren, stem op mij, want je krijgt 10.000 euro. Terwijl je ook wel kan bedenken van tevoren, ja, dat is niet reëel. Gaat never nooit gebeuren. Mm-hmm. En de vraag is, weet je, je zit dan aan, als je na de verkiezingen aan de onderhandelingstafel zit, ja, dan moet je nog maar kijken of mensen dat daadwerkelijk inbrengen of zeggen van, ja, ik weet zelf ook wel dat het niet reëel is. Weet je wel? Dus daar ben ik een beetje sceptisch over. Oké, okay. Laten we het hebben over de arbeidsmarkt. Studenten die komen straks de arbeidsmarkt op, maar ook mensen die er nu al zitten. Het is ontzettend lastig om nu tijdens corona een baan te vinden. En waarschijnlijk in de nasleep van corona zal het ook nog steeds heel lastig zijn. Wat gaat de CDA doen om meer werkgelegenheid te creëren? Nou ja, wat met name belangrijk is, is te zorgen dat bedrijven door kunnen. Hè, dat we blijven inzetten op innoveren. Dus... Je had Roosevelt in Amerika, die had de New Deal. Nou, Wopke die heeft ook de New Deal voor deze crisis. Ja. Ja, het is wel een crisis wat heel veel ondernemers heeft geraakt. En daarom hebben we ook een MKB-plan. Juist als het gaat om financiering en innovatie. Want dat is belangrijk dat die ondernemers door kunnen. Want anders gaan een heleboel mensen hun banen kwijtraken. Dus juist nu investeren, dat is een belangrijk punt wat we maken. Daarnaast de arbeidsmarkt zelf, daar is natuurlijk wel wat mee aan de hand. Als ik naar mijn vrienden kijk, dan zie ik gewoon hoe lastig het is. Het is bijna een uitzondering dat zij een vast contract hebben dan de regel. Ja. En weet je, het stomme is, wij zijn het haast gewend als jongeren. Ik heb zelf ook een tijdelijk contract, hè? Is elke keer weer zo'n voor 4 jaar. Maar daarna heb je wachtgeld, dus dat is ook prima. Goed, precies. Ja. Nee, maar je ziet wel dat die flexcontracten zijn gewoon unfair. Je hebt gewoon te weinig zekerheid versus die vaste contracten. En weet je, dat moet veel meer dichter bij elkaar. Ik vind ook als je het hebt over ZZP'ers, dat je bedenkt dat maaltijdbezorgers ZZP'ers zijn. Ja. Dat een maaltijdbezorger is geen ondernemer. Dat is gewoon uitknijpen van iemand. Dat is hoe het is. Ja. Dus die vrije markt, dat loopt helemaal uit de hand als wij niet een beetje gaan ingrijpen. Ja. En hoe dan? Wilt u dan duurder maken voor ZZP'ers of zo? Om ZZP'er te zijn? Of nou, wij willen zeg maar het voor de werkgevers willen we ook een prikkel erin brengen. Dat het minder aantrekkelijk is om dat flex zeg maar aan te nemen. Dat er meer zekerheden zijn. En dat de verschillen dus, ook tussen vast en flex, minder groot worden. Dus vast zal ook wel... Kijk, wat interessant is dat... ik kan me voorstellen dat als jij een startende ondernemer bent en je neemt mensen in dienst en je wil ze wel vast in dienst nemen, dat je toch ook te maken hebt met een soort flexibele schil. Mm-hmm. Ja, ik kan het soms misschien een beetje krimpen, een beetje... Kunnen de medewerkers dan ook meebewegen? Dus ik vind het interessant om te kijken ook van hoe kun je ook bij contracten misschien een vaste kern hebben,
En daarbij ook een flexibele schil. Ja. Een andere prikkel waarvoor Wopke Hoekstra een beetje door het stof ging afgelopen week was de verkorting van de duur van de werkloosheidsuitkering. Ja. En wat daar een beetje over werd gezegd was dat... Hoe kun je dat nu doen? Hoe kun je dat nu doen? Maar ook dat de reden erachter was dat werkgevers dan minder premie hoeven af te dragen voor werkloosheidsuitkering, waardoor het ze prikkelt om misschien mensen sneller in dienst te nemen. Kunt u misschien een beetje meer uitleggen wat daar aan de hand was? Dat is natuurlijk in deze tijd van campagne heb je heel veel interviews. En dan worden de vragen uitgepikt. En je hebt een commissie gehad die is gaan kijken naar die arbeidsmarkt. Van joh, het loopt gewoon nu niet goed. Commissie Borslap. Jongeren zijn gewoon eigenlijk best wel de sjaak. Ja. En hij heeft eigenlijk een pakket neergelegd. En die WW-verkorting is een deeltje daarvan. Dus die is er uitgepikt. Ja. Maar het is niet zo dat wij dat op zichzelf zien. Dat is onderdeel van een heel plan. Waar dus ook andere dingen tegenover staan. Dus dat bijvoorbeeld dat je meer zekerheden krijgt als werkgever. En dat die WW, als die korter is, ook dan direct veel hoger is dan hoe we het nu hebben. En dat zie je ook in landen om ons heen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Denemarken. Maar het is en-en. Het is niet alleen die regel. Je moet ook investeren in scholing. Hè? Zorgen dat mensen die bijvoorbeeld vakman zijn, bakker zijn, weet ik veel. En in één keer krijg je een aandoening waardoor het werk niet meer past of zo. Dat je ook een soort een leerrekening hebt dat je kan omscholen. Want dat hebben we nu niet. Maar het gaat ook om het aanbod van werk, toch? Zeg maar, ja. Het gaat toch ook om... er stond een reden achter dit... Deze vorm van beleid was ook dat het dan mensen sneller prikkelt om weer sneller aan de bak te gaan en sneller aan het werk te gaan. Maar als er vooral tijdens de coronacrisis veel jonge mensen zijn hun baan kwijtgeraakt, juist omdat er gewoon te weinig aanbod is van werk. Hoe kan je dan mensen zeg maar prikkelen om aan de bak te gaan als er helemaal niks is om mee te werken en geen werk is om te beginnen? Daarom is gewoon dat hele plan ook van belang. Hè? Dat je ook zorgt dat het voor werkgevers interessant is om mensen in dienst te nemen. Ja. En dat is denk ik een beetje in de beeldvorming waardoor vraagtekens ontstonden omdat je alleen niet naar die WW kijkt. Maar het is dus ook naar die contracten zelf en die meer zekerheden bieden voor de werknemers. En dus ook tegengaan van die schijnconstructies als het gaat om ZZP'ers. Dat het de echte ondernemers zijn die ZZP'ers zijn. En niet de maaltijdbezorgers die erin gedrukt worden of de verpleegkundigen die daarin gedrukt worden. Maar is er dan ook een plan voor het creëren van werkgelegenheid voor de mensen die na een jaar van die... Nou ja, wat ik zei, we willen dus ook investeren juist in dat MKB nu. Juist, okay. Dus extra uittrekken voor financiering, voor innovatie. Dat is dan weer wanneer die nieuwe deal weer van plan is. Precies, het is en-en-en. Ja. Weet je wat het is met die commissie Borslap en dat rapport? Eigenlijk heeft de hele Kamer hiervan gezegd, ja, dat moeten we eigenlijk wel zo doen. En de commissie heeft zelf gezegd, pik nou niet één van die maatregelen eruit. Mm-hmm. Ga hem nou niet zeg maar helemaal uit elkaar slopen en weer een gedrocht. Want CDA wil een groot deel daarvan overnemen. Ja, wij zien, precies. Ja. En een heleboel andere partijen ook. Alleen, nu zie je dat framing, dat andere partijen ook denken van, we geven ze nog een duwtje. Het komt ons wel uit om dat nu zo neer te zetten. Ik hoor framing veel. Waar komt dat? Heeft u echt het idee dat weet je, dat is denk ik gewoon een beetje... dat is gewoon campagnetijd, waar ik soms ook wel een beetje van baal. Ik denk van, niemand heeft een meerderheid. Dus je moet uiteindelijk, werk je op een heleboel gebieden, werk je met elkaar. Als ik hier in de Kamer kijk, waar we het vaak hebben over in de media, zijn het de dingen waar we op verschillen. Terwijl 90% moeten we wel samenwerken en hebben we ook een heleboel overeenkomsten. En dat zie je in die campagnetijd, zie je dat eigenlijk te weinig. Ja. Okay. Ik heb eigenlijk nog een vraag over flexwerk, als dat mag. Mag dat? Ja? Tuurlijk, we hebben de tijd. Want dus, ik ben er nog niet helemaal uit wat u nou precies wil met vast en flex. Sommige partijen zeggen we moeten flex duurder maken. Andere partijen zeggen we moeten het goedkoper maken om vast in dienst te hebben. Anderen zeggen beide. Hoe willen jullie dat doen? Nou, kijk, het belangrijkste is dat het nu veel te veel uit elkaar ligt. Dus dat het voor werkgevers interessant is om...
ja, mensen flex aan te nemen. Want ja, als het wat minder gaat met het bedrijf, dan gooi je die er als eerste uit. En dat gebeurt ook. En daardoor, dat zijn met name jongeren die daarmee te maken hebben, kunnen die ook heel moeilijk aan een hypotheek komen en überhaupt een start maken op die woningmarkt. Ja, dit is het verhaal. Ik wil graag de concrete maatregelen. Nou ja, wat ik dus aangaf, wat ik interessant vind om naar te kijken, is dat je bij dat vaste contract iets minder vastmaakt. Dus dat je zegt, er is een vaste kern van je contract. Daar, dat is onbepaald en er is een flexibel deeltje omheen. Waar als het bedrijf wat minder gaat, dat we daar ook over kunnen spreken. Dat jij gewoon je baan houdt, maar minder uren. Minder uren, ja. Oké. En voor ZZP'ers? En voor flex wil je het gewoon zo maken dat het duurder is voor werkgevers om mensen in dienst te nemen als ze dat flex willen. En komen er dan dus minder aantrekkelijk maken. Verplichte sociale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid? Nou, daar horen allerlei zekerheden bij inderdaad. Ja. Door dat flex dat veel meer aan te kleden eigenlijk. Ja. Want het is een uitgekleed dingetje natuurlijk. Ja. Ja. Oké. Dan mogen we door naar de woningmarkt. Ja, woningmarkt. Want dat is toch wel echt wel een heel groot probleem voor jongeren en voor studenten. U woont zelf in Groningen. Ja. Ja, ik heb zelf geen ervaring met het vinden van kamertje in Groningen. Maar ik heb wel gehoord dat het niet heel makkelijk is. Net zoals in Amsterdam, waar wij wonen. Heeft CDA hier een plan voor? Ja. Mijn collega Julius Sterpsa, die is helemaal Mr. Woning, zeg maar. En je ziet ook dat meerdere partijen nu ook zeggen van, joh, er zijn eigenlijk te weinig woningen. Daar praat hij, zeg maar, de hele periode al over. Dus ook in de fractievergadering heeft het erover. En we hebben gezegd, joh, binnen 10 jaar willen we 1 miljoen woningen erbij hebben gebouwd. En dan willen we ook dat een kwart daarvan ook echt bestemd is voor starters en jongeren. Als we dat niet doen, dan komen die misschien weer in de knel. Wat daarbij ook belangrijk is, is dat je zorgt voor voorzieningen in Nederland. Dus kijk, ook investeren in bereikbaarheid, dat is ook iets waar ik zelf heel belangrijk vind. Is bijvoorbeeld een betere verbinding naar het noorden met een lelielijn. Zodat, kijk, mensen kijken, als jij gaat zoeken naar een huis, kijken mensen vaak, ja, hoe zit het met de bereikbaarheid? Is hier eigenlijk een treinstation in de buurt? Ja. Hoe snel ben ik naar mijn werk? Want we zien gewoon dat in de Randstad dat het steeds voller begint te worden. En nu in coronatijd zie je steeds meer mensen ook van, ja, ik wil ook wel meer ruimte hebben. Maar ben ik dan niet overal ver van af? Dus het is en. Het is die woningenbouw, maar ook ja, die bereikbaarheid is ook wel een belangrijke voorwaarde voor mensen om ergens te gaan wonen. En we hebben bijvoorbeeld in het noorden hebben ook gewoon de ruimte om woningen te bouwen. Want dat is ook natuurlijk een vraagstuk. Je kunt wel zeggen, ik bouw een miljoen woningen. Maar waar dan? Ja, ja nou dus, waar dan? In Groningen. Nou ja, bijvoorbeeld langs die lelielijn. Dat heeft er natuurlijk wel mee te maken dat je het ook aantrekkelijk maakt voor mensen. Want je kunt wel zeggen, ik bouw daar woningen. Maar dan moeten mensen er ook willen wonen. Mm-hmm. Dus dat staat wel in verbinding met elkaar. Maar het woningtekort in bijvoorbeeld studentensteden, waar veel jongeren natuurlijk wel gewoon naartoe trekken, dat is ook heel moeilijk. En, maar dat is altijd, ik moet zeggen, dat had ik ook al toen ik ging studeren. Ja. Dat is altijd inderdaad een knelpunt. En ik vind ook wel, als ik kijk naar mijn eigen stad, Groningen, dat op een gegeven moment hadden we, was het echt gewoon een jaar, joh, dat jongeren nog steeds geen woning hadden, terwijl het collegejaar al begon. Dat kwam ook omdat een heleboel jongeren vanuit het buitenland kwamen. Allemaal internationale studenten. En ik vind ook dat de universiteiten die daar beleid op hebben, ook moeten meedenken over, als wij zoveel meer mensen aanbieden om hier te gaan studeren vanuit het buitenland, ja, dan hebben die ook een woning nodig. Ja. Dus je ziet daar dat er een heleboel tijdelijke units zijn bijgebouwd. Maar ja, dat is ook wel even een beetje vooruitdenken natuurlijk. Dus ik vind wel, je hebt daar alle partners bij nodig. Dus niet alleen de overheid. Dat zijn ook die instellingen. Maar dan zouden Nederlandse studenten prioriteit moeten krijgen in principe? Nou, ik vind wel dat je moet kijken naar de balans. Als dat totaal uit balans slaat, denk ik wel van ja, je wil wel ook gewoon dat jongeren een goede start kunnen maken.
En als dat totaal in de knel komt, omdat wij hier een fantastisch aanbod hebben waar heel de wereld naartoe komt. Ja. Ja. Oké. Over het bouwen van huizen. Iedere partij zegt dat, u zei het al, waar gaat het dan komen? Wat voor huizen gaan er gebouwd worden? Zijn dat starterswoningen, middeninkomenswoningen? Nou, dat is wel een goeie natuurlijk om ook goed naar te kijken. Wat ik zei, we hebben ook specifiek in het programma gezet dat 25% voor die starters en jongeren moet zijn. Nou ja, we hebben het net over werk gehad, dat het ook best lastig is voor jongeren om aan een hypotheek te komen. Dus wij willen ook startersleningen juist voor die jongeren stimuleren. Om ook een kans te maken om een stap te zetten op die woningmarkt. Wat ook belangrijk is, is dat je zorgt dat voor ouderen goede woningen zijn. Dat die uit die grote woningen waar ze nu vaak zitten ook een meer seniorenwoning kunnen betrekken. Dus het is veelzijdig, maar wat we wel echt hebben vastgelegd, minstens 25% echt gericht op starters en jongeren. Oké. Laten we dan even doorgaan naar, los van de arbeidsmarkt en de huizenmarkt, de staatsschuld. Hoekstra die gaat erover. Ja. CDA geeft eigenlijk best wel weinig uit, relatief met andere partijen in een verkiezingsprogramma en doorrekeningen. Maar toch wordt er veel geld uitgegeven. Ja. Ook tijdens corona is er heel veel geld uitgegeven. Ja. Komt die rekening niet bij ons terecht? Nou, dat is wel een terechte vraag. En dat is wel iets waar wij dus wel kritisch op zijn als CDA. Je denkt van ja, wie merkt het? Hè? De schatkist, dat is zo'n woord waarvan iedereen denkt, oh ja, de schatkist. Ja, ja. Ja. En het geld lijkt dan oneindig, hè? Want dan leen je nog weer wat. En wie merkt daar nou wat van? Dat zou ik kunnen denken. En daarom zijn wij wel kritisch op wat geven we uit. We zeggen wel van ja, nu zitten we in zo'n crisis. Dat kan niet anders. Dat we nu echt een impuls moeten geven. Juist aan die ondernemers om door te starten. Juist om die achterstanden ook als het gaat om onderwijs terug te dringen. Maar als je goed kijkt naar hoe wij het geld uitgeven. Dan zie je op de lange termijn dat we solide zijn. Hè? Dat we weer. Het is nu echt gewoon op de korte termijn moeten we echt een impuls geven. Maar op de lange termijn zie je dat andere partijen nog steeds wel de sky is the limit denken. En het is natuurlijk tof om allemaal dingen te zeggen en te beloven voor nu. Maar het straks moeten we ook over nadenken. En ik ben blij dat we daar voor de coronacrisis ook al over na hebben gedacht. Ja. Als we dat niet hadden gedaan, dan hadden we nu niet zo kunnen investeren. Oké, helder. Laten we doorgaan naar de klimaatcrisis. Waarom? Heel veel mensen maken daar zich zorgen over. En we merken eigenlijk dat in jullie programma dat CDA niet heel veel meer uit gaat geven aan de klimaataanpak. Nou, niet? Kijk, de klimaatcrisis, volgens mij heeft iedereen dat scherp op zijn. Nou, niet iedereen. Er zijn partijen die het ontkennen in deze Kamer. Maar niet in deze Kamer, maar in het gebouw. Niet, niet voor niets met een hele brede coalitie een klimaatakkoord afgesloten. Wat denk ik het verschil is met andere partijen en ons programma, is dat we per provincie willen kijken wat kan er in deze provincie gebeuren en met de mensen samen. Want joh, als ik in mijn provincie kom en ik zie projecten van windparken waar mensen niet zijn meegenomen, dan raak je het draagvlak kwijt. Over hoe moeten wij naar een andere manier van aan energie komen. Dus wind, zon, allemaal goed. Kernenergie, dat is ook voor de lange termijn. Ja. Dat is niet alleen maar jullie voor zijn de er korte. Wel voor, toch? Zeker, ja, want omdat je redt het niet alleen met zon en wind. Als dat zo zou zijn, kijk, op daken hebben we niet zoveel last van, de zonnepanelen. Maar windmolens, daar zeggen wij van, dat kan op zee. Want windmolens zorgen voor energie waar we ook waterstof mee kunnen creëren. En waterstof is denk ik ook voor de toekomst heel erg belangrijk. Maar met kernenergie vul je het aan. Want je redt het niet, anders moet je heel Nederland volbouwen. En als je nu al kijkt naar die projecten, dan is het eigenlijk, zeggen mensen wel van ja, not in my backyard. Ja. Not in my backyard. En ik snap dat wel, ook als ik hoor dat mensen ook overlast hebben van
van die windmolens. Dat, hè, je hebt dan slagschaduw. Dan gaan die windmolens worden dan nu stilgezet. Als jij dan net zeg maar, met je huis dat elke keer zeg maar, de schaduw langskomt, dan word je helemaal gek. Het is gewoon de hele tijd disco in je huis. Maar is er nog geluid. Ergens een disco tijdens corona? Ja, precies. Zo kun je het ook zien. Ja. Maar toch als je kijkt naar überhaupt de ambitie om iets te doen aan klimaatverandering en CO2-reductie, zien we wel dat CDA wel een beetje onderaan bungelt. We hebben die ambitie gewoon van Parijs ook. Alleen je wil wel dat we dat niet van bovenaf hier even gaan bepalen. Je moet mensen meenemen. Maar dat is ook wat ik u heel erg voor zeggen. Vertrouwen in de overheid raakt ook gewoon kwijt. Hè? Want als ik kijk naar die mensen in Meeden bijvoorbeeld, dat is een dorp in Groningen. Die zijn het vertrouwen in de overheid gewoon kwijt. Die profiteren 0,0 van die winst. Uiteindelijk help je toch eigenlijk de mens het meest, of je stemmer het meest, als je iets probeert te doen. Of tenminste de meest ambitieus bent op klimaatverandering. Als je kijkt naar CDA wil, ik bedoel, sorry, D66 wil tenminste 60% CO2-reductie hebben in 2030 en Volt wil helemaal klimaatneutraal zijn dan. Maar wat ik bij u heel erg hoor is, we moeten draagvlak creëren en we moeten kijken wat per provincie er eigenlijk kan gebeuren. Maar ik zie nou niet echt een doel van dit willen we behalen. Ja, nee, natuurlijk. We hebben toch gewoon dat klimaatakkoord samen ingediend en we steunen de doelen van Parijs. Alleen is even de vraag hoe. En je kunt heel stoer zeggen, joh, wij zijn voor 60% reductie. Ja, en hoe dan? Hoe dan? Want je kunt dat niet zonder de mensen doen. En daarom denk ik ook dat de aanvulling van kernenergie wel eentje is die nodig is. Omdat je windmolens, daar zijn we voor. Hè, we moeten wind- en zonne-energie. Maar we kunnen het hele land niet volplempen met allemaal windmolens. Dus er is geen discussie over het feit, er is een klimaatcrisis en wij moeten onze doelen gaan halen. Alleen gaan we dat hier van bovenaf even bepalen of gaan we dat samen met de mensen. En bijvoorbeeld, wat samen met de mensen al is bijvoorbeeld energiebesparing. Dus regels om makkelijker je huis te isoleren. En dat klinkt misschien een beetje suf en klein. Maar daar kun je hele grote besparingen ook mee halen. Dus het is en. Maar samen met de mensen kan je 49% CO2-reductie, is dat het enige wat je kan doen samen met de mensen? Zou 60%, zou je dat niet samen met de mensen kunnen doen? Als dat, misschien kan dat wel. Maar ik vind, je moet wel eerst reëel zijn in we willen iedereen erin meenemen. En we hebben niet voor niets natuurlijk die klimaatdoelen van Parijs. En elke keer meer beloven terwijl je het ene nog niet hebt bereikt. Ja, weet je, ik vind, laat eerst maar zien dat we stappen daarin zetten. Dat vind ik belangrijk. Oké. Ieder interview hebben we een fragmentje buurman en buurman. We kijken eigenlijk, wat zijn nou de buren van de partij? Ja. En bij CDA, we hadden het al over de christelijke partijen. Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen, bij rechts met VVD. Of misschien wat conservatief, misschien zelfs wel bij PVV. Ik weet het niet. Wat zijn uw buren? Wat zijn de buren van CDA? Nou, ik kreeg laatst een vraag van Anne, als je een coalitie mag vormen, hoe ziet die er dan uit? Ik zei, nou ja, ik zou het niet gek vinden als wij een coalitie zouden zitten met de VVD en met de SP. VVD en de SP? Wij zitten mooi in het midden. Oké. Dat vind ik interessant. Maar dat zijn ook politiek gezien, als mensen nou twijfelen tussen een aantal partijen, dan is het, dan zeg je van, nou ja, je kan twijfelen tussen VVD of CDA, dat zie ik nog wel. Maar twijfelen tussen SP en CDA vind ik toch wel. Nou ja, maar kijk, we hebben met de SP werken we wel heel goed samen. Als het gaat om de sociale kant. Hè? Sociale ontwikkelbedrijven, werkplaatsen. Dus je hebt op bepaalde onderwerpen heb je echt wel raakvlakken met bepaalde partijen. En waarom zeg ik het zo? Omdat wij wel een middenpartij zijn. Wij zitten in het midden. En VVD zit meer aan de rechterkant, SP zit meer aan de linkerkant. Ja, dan heb je gewoon, wat mij betreft, een ideale mix. Oké, duidelijk. Dankjewel. Ja. Nou, we moeten zo een beetje gaan afsluiten. Laatste twee vragen. Hoeveel zetels gaan jullie krijgen bij de verkiezingen? Ik was laatst bij een programma en toen zei ik 29. Ik weet het, daar hou ik het bij. En op wie gaat u zelf stemmen? Ja, nou, ik vind het een lastige.
Omdat natuurlijk, ja, je weet je, nummer 1 die werkt hartstikke hard. Maar ik heb ook superveel goede collega's. Dus daar ga ik, ja, weet je, ik kijk dan naar, oh, Mustafa is goed voor de ondernemers. Chris van Damme, goed voor de politie. Dus iedereen, ik kan wel zeggen op wie ik stem. Maar ik vind eigenlijk, iedereen moet echt even goed kijken wat ligt voor onderwerpen bij zijn hart. Want ik heb heel veel leuke, goede collega's die ik graag terug hier zou willen. Oké, okay, ja. Maar gaat niet op jezelf stemmen? Nee, dat heb ik de vorige keer wel gedaan. Oh, oké. Okay. Ja. Toen zei iedereen, oh, schande. Het is de eerste keer op die lijst staan. Heb je jezelf toch teleurgesteld? Ja, nou, ik vind, ja. Ja, nou, ik vond het een ontzettend leuk gesprek. Het enthousiasme spat er vanaf. Het vond ik leuk om te zien. Ja, ontzettend bedankt. Dank je wel, leuk.